Jongens, de eerste beversporen, ik heb ze gezien. Als je goed kijkt, dan zit er ook over van die knaagsporen. Bever die moet continu knagen, want als hij dat niet doet, dan groeien zijn tanden door. Als hij nooit meer zou eten, dan zouden die tanden gewoon aan de onderkant hier zo in gaan groeien. Dat is de geul waar de bevers wonen. Hier die hele grote berg hout liggen, dat is het huis waar ze in wonen. Daaronder zit een kamer en daar zit dus die hele familie bevers. Hij is uit het water geklommen, hebben jullie hem gezien? Hij zit er op de tak. Ja. Er komt er ook nog eentje aanzwemmen. Van rechts. Wauw, dit is gaaf. Hoe zou de wereld er over een paar jaar uitzien als ik wel ouder zou zijn? Zou het dan nog steeds zo zijn zoals het nu is? Of zou de wereld er dan heel anders uitzien? We moeten gewoon voor de aarde zorgen en alles. Omdat we dan later er ook nog dingen aan hebben. Als wij al leren om goed om te gaan met de natuur, is het later als wij ouder zijn ook beter. En dan voeden we steeds onze kinderen ook weer zo op. Heb je hem?